hier deze vrijdagmorgen op bezoek in Kasteren. En daar gaan de kinderen van de Sint-Jansschool zo meteen vertrekken voor de carnavalsoptocht. Hier zie ik wel iets heel bijzonders. Daar staan een paar meiden met de vlag van het gilde in de hand. Maar dan moet ik toch eens even een verklaring hebben wat dat betekent. Leg het eens even uit aan de kijkers. Nou, we hebben hier in Kasteren de guld, hè? Ja. En dan hebben wij het gilde en dan doen we gillen. Vieren? Ja. Wie ben jij? Rob. En wie ben jij? Rob. En wat gaan jullie doen, Rob? Met de toeter. Je hebt een toeter. Fluiten. En wie is hier de losbol? Waaien. Allemaal een losbol? Ja. Allemaal losbollen? Ja. En wat gaat er dadelijk gebeuren? Waaien toeteren. Wij fluiten carnaval. Jullie toeteren door carnaval? Nee, fluiten. En fluiten. Oh. Fluiten. Goed zo, jongens. Daar gaan wij dadelijk naar luisteren of jullie wel heel hard kunnen toeteren. Laat eens horen. Laat eens horen. Geweldig. Dat moet een bijdrage zijn voor de jongens. Raceauto's. Dat spreekt tot de verbeelding. We zullen eens even vragen of ze er helemaal klaar voor zijn. Wie is deze jonge coureur? Matt. Wat gaan jullie dadelijk doen? Racen. Wat komen wij hier tegen? Dat ziet er wel ongelooflijk bloemig uit. Allemaal van die leuke meiden. Wie zijn jullie? Evi. En wie ben jij? Emma. En wie ben jij? Eva. En wie ben jij? Jules. En wat gaan jullie vandaag hier doen in de optocht? Bloemtjes uitdelen. En jullie vandaag hier doen? Vertel eens even, wie ben je? Emmy. Emmy. Lieke. Lieke. Daan. En Daan. En wat hebben jullie om in de optocht zo meteen te tonen? Wat stelt het voor? Wij hebben het hoog in onze bol. Dan moeten we zeggen, we moeten een beetje deftig doen. Jonge meiden. Die er wel weer fantastisch uitzien. En volgens mij krijgen jullie het? Spaans benauwd. Spaans benauwd. En waarom krijgen jullie het Spaans benauwd? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Eigenlijk niet. Het is eigenlijk wel niet zo warm om Spaans benauwd te krijgen. Nee. Hier nog een paar hele leuke dansmarietjes. Dus we gaan eens even kijken of deze marietjes ook Marietje heten. Ja? Daar kan geen twijfel over bestaan. Een hele groep met allemaal Marietjes. Wat zien we hier? Die zijn wel heel erg close vandaag. Wie zijn jullie?
Eva, ben ik. Delen. En gaat dat wel lukken zo dicht bij elkaar? Ja. Wel hele mooi gekleurde meiden. Wie zijn jullie? René. René? En wie is dit? Bente. En wie is dit? Annelotte. En wat zien jullie er mooi uit? Wat gaan jullie vandaag doen in de optocht? Dansen en hossen. Wat gaat er vandaag gebeuren hier met de kinderen van de Sint-Jansschool? Ik zie een geweldige optocht. Dat dacht ik ook. Ik heb net al even rondgekeken. Het wordt met de paplepel ingegeven. Jong geleerd, oud gedaan.